zijn super live. Mensen, we zijn live. Welkom bij de webinar. Klimaatstrijd in crisistijd. We gaan over een kwartiertje beginnen. En ik ben Florian Wolf en ik ga voor jullie wat muziek maken. Waaronder deze, Taste the Sun. Every thought is another chance to change the world. And still I leave all these chances undiscovered. Because I'm lost in winter's cave, waiting for spring to set me free. If only I could keep myself from getting so tangled up in me. So come on and sing, and come on dance. You've got the sunlight in your hands. And come on do, and come on done. Turn your head and taste the sun. Niels Algerius, welkom. Donald Pols, welkom. Welkom allemaal. Every breath is worth taking. Still I live this suffocated life. I wish I had the guts for once to live by what I really feel inside. So come on sing, and come on down. Got the sunlight in your hands, and come on do, and come on done. Just turn your head and taste the sun. Starting house. Sunlight in your hands, and come on do, and come on done. Just turn your head and taste the sun. Taste the sun, ladies and gentlemen. Welkom bij het webinar. Klimaatstrijd in crisistijd. We gaan zo meteen live. We zijn al live, maar we gaan straks beginnen over om 7:55 ongeveer. En tot die tijd speel ik Florian Wolf wat deuntjes voor jullie. Dus kom lekker luisteren. Kom lekker binnen. Make yourself at home. Make yourself comfortable. In.
gather round, the fire has woken. The rivers, the mountains, and the winds have spoken. They're calling out a warning that the bond has been broken. We need to leave the underground, go into the great wide open. The great wide open. Oh, oh, oh. About will be told by the strings boldly strumming, but it can do without your heartbeat drumming, your heartbeat drumming. Rise up, people. Rise up.
Alright. Mensen druppelen binnen. Het is hier warm, het is hier gezellig. Hartstikke tof. Wordt steeds drukker. Nice, nice. Mensen, je kijkt naar de webinar Klimaatstrijd in crisistijd. En we wachten nog eventjes tot het 5 over is en dan gaan we officieel beginnen. Mijn naam is Florian Wolf en hier is nog een lekker liedje voor jullie. We need to wake up, we need to rise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We're on a planet that has a problem, we've got to solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future. We need to start right now. We'll make it greener, we'll make it cleaner, we'll make it last, make it fast and do it now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now. No point in waiting or hesitating, we must get wise, take no more lies and do it now. We need to build better future, and we need to start right now. We need to build a better future, and we need to start right now. Oh yeah. Een toontje hoger, mensen. En ik weet dat jullie dit kennen, dus als je hebt zin hebt om mee te zingen, doe mee. And that we need to wake up, we need to rise up. We need to open our eyes and do it now. We need to build a better future, and we need to start right now. We're on a planet that has a problem, we've got to solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We'll make it greener, we'll make it cleaner, make it last, make it fast and do it now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now. No point in waiting or hesitating, we must get wise, take no more lies and do it now. We need to build a better future and we need to start right now. Better future, and we need to start right yesterday. Merci. Jemig, wat een fijne muziek. Zijn niet mijn woorden, maar van Rut in de chat. En ik denk dat het heel goed samenvat hoe wij met z'n allen vandaag hier zijn binnengekomen. Super bedankt Florian. En het goede nieuws is dat wij jou nog 2 keer terug zien komen vanavond. Dus daar kijken we nu al naar uit. Thanks daarvoor. En dank voor het enthousiast meechatten nu al allemaal. Mijn naam is Kauthar. Welkom bij de tweede reeks, aflevering van de klimaatreeks. Klimaatstrijd in crisistijd. En vandaag gaan we het hebben over transitie. En we hebben daar een heel mooi panel voor samengesteld. En het belooft een hele mooie avond te worden. Niet alleen omdat er heel veel toffe inhoudelijke bijdragen zijn, maar ook omdat vorige week een ontzettend gezellige chat ontstond. Jullie allemaal spontaan vragen stelden, op elkaar reageerden, tips uitwisselden. Dus doe dat vooral, want deze virtuele sessie is ook eigenlijk een manier van samen zijn en een manier om verder te gaan als klimaatbeweging. Nou, voor we aan de gang gaan, loop ik heel even kort met jullie het programma door. We zijn begonnen met een fijne muzikale start. Kijk, ik word al geholpen met visuele ondersteuning. En hierna gaan we met het panel aan de gang. Elk panelist heeft ongeveer 5 à 6 minuten om een eigen verhaal te vertellen. Vanuit verschillende perspectieven gaan we vandaag op dit thema in.
Vervolgens is er een discussie en dit keer gaan we iets leuks doen. We gaan live in debat, of nou ja, debat, maar we kunnen ook live met jullie een poll starten. Dus hou je scherm in de gaten en kijk even mee. We zijn namelijk ook heel benieuwd naar wat jullie denken. Vervolgens hebben we een discussie ook met het panel zelf. Dan weer muziek. Florian heeft wat moois voor ons in petto nogmaals. Vervolgens de Q&A. Stel dus vooral je vragen via de Q&A-optie. Die heb je onderin je chatvenster. Dan kunnen wij als beheerders meekijken. Want anders raken wij de vragen kwijt in de rest van de chat. Dus mocht je een vraag stellen, doe dat vooral in de Q&A-optie. En nou ja, dan zijn we alweer aan het eind van de avond. En ik weet nu al dat dat al veel te snel zal zijn. Maar dan de troost is dat we een hele mooie muzikale afsluiting weer hebben. Dus daar kijk ik ook nu al naar uit. Goed, nou, wie hebben we vandaag hier met ons? Nou, Laurie, Lavinia en Donald. En nou, Laurie die heeft een achtergrond in klimaat- en milieurecht. Dat is ook niet geheel irrelevant. Zij werkt op dit moment bij Oil Change International. En waarschijnlijk hebben jullie allemaal gisteren op het nieuws gezien hoe het er nu voor staat met de olieindustrie. Dus super relevant en actueel waar ze mee bezig is vandaag. En ze schrijft ook dus een beleidsnota over wat overheden op dit moment wel of niet moeten doen in het kader van de crisis als het gaat om de energietransitie. Dus heel tof dat zij vandaag wat inzichten, ervaringen en voorbeelden met ons komt delen. Dan hebben we Lavinia, die is van TNI Institute. En die is op dit moment bezig met vooral de deprivatisering en democratisering van publieke voorzieningen. En natuurlijk ook de energietransitie. Ze is ook nog bezig met een boek genaamd The Future is Public. En alsof dat niet genoeg is, houdt zij zich ook bezig met het aanbieden van online cursussen voor Europese steden. En vandaag zal zij ons meenemen in wat voorbeelden die ook daarop ingaan. Van hoe kunnen wij over de grens kijken om ook zelf lessen daaruit te trekken. En dan hebben we Donald Pols. Donald is directeur van Milieudefensie. En op dit moment vooral bezig met twee grote thema's. De klimaatzaak tegen Shell, die gaat nog steeds door, crisis of niet. Die zal in december plaatsvinden en die is ontzettend belangrijk voor hoe de klimaatbeweging zich kan ontwikkelen en welke richting we met z'n allen opgaan. En het tweede thema wat nog steeds ontzettend belangrijk is, is klimaatrechtvaardigheid. Met name als het gaat om de economische kant van de klimaatstrijd en hoe huishoudens daarin zo min mogelijk worden geraakt. Nou, dat even heel erg samengevat. Ik kijk heel even in de chat. Voor opmerkingen zijn, goedenavond, dan voor de muziek. Iedereen zit nog helemaal op de golf van de muziek. Dat is heel goed. En neem vooral die positiviteit mee als het gaat om het luisteren naar onze panelisten. En dan zou ik graag het woord willen geven aan Lavinia om mee af te trappen vanavond. Dankjewel, Kautar. Ja, het is super een eer om hier te zijn. En met Donald en Laurie en jou en iedereen die in de chat aanwezig is dit gesprek te voeren. Dus ik zal maar gelijk beginnen. Nou, zowel de coronacrisis als de klimaatcrisis laten het falen van een koloniaal kapitalisme zien. En de mensen die het hardst geraakt worden door de klimaatcrisis zijn ook de eerste die natuurlijk geraakt worden bij deze coronacrisis. Want we weten dat dat door structureel klassisme, racisme, seksisme komt. Eén moment, ik zie hier mijn notes verdwijnen. Dat raakt met name mensen van kleur, armere huishoudens, transpersonen en natuurlijk gemarginaliseerde groepen in het zuiden. Die betalen de hoogste prijs voor dit systeemfalen. En eigenlijk moeten we dan ook spreken van een zorgcrisis, omdat dit systeem niet zorgt voor dat wat ons verzorgt. Van alle uitgebreide arbeid die onze maatschappij draaiende houdt, tot de ecosystemen die ons in leven houden. Nou, hoe kunnen we dan dit systeem veranderen? En het antwoord is daarop volgens mij democratiseren. Slide 2. Want middels radicale democratie kunnen maatschappijen veel beter zorg dragen voor mensen en milieu. Dit vraagt ook om een solidariteit die natuurlijk grenzen en geopolitiek overstijgt. En in de komende minuten zal ik een paar lokale, landelijke en internationale strategieën bespreken. Want tegenmacht bouwen we alleen door de meerderheid echt te organiseren. En zo kunnen we op termijn een ecofeministische economie vormgeven waar zorg en welzijn werkelijk leidend is. Volgende slide graag.
Om te beginnen een paar voorbeelden die laten zien hoe radicale democratisering lokaal vorm krijgt. In Kerala, Zuid-India, Zuidwest-India, bestaat al ruim 20 jaar het Kudumbashree-programma. Hieraan nemen in totaal 4,3 miljoen gemarginaliseerde vrouwen deel. En in het landbouwonderdeel komen vrouwen in kleine buurtcollectieven samen om een stuk land uit te kiezen dat ze willen bewerken. Nou, vervolgens geeft de overheid hun voordelige leningen, zaden en werktuigen om hun eigen voedsel te verbouwen. En met de opbrengst voeden ze hun families en de rest verkopen ze op de lokale markt. Nou, inmiddels zijn er ruim 10.000 vrouwelijke landbouwexperts die op hun beurt andere staten in India en landen daarbuiten helpen dit programma lokaal uit te rollen. En op de volgende slide zien we dat in Parijs juist de gemeente tot verandering leiden. Daar kregen ze het in 2010 voor elkaar om de waterprivatisering terug te draaien, omdat dit tot enorme prijsverhoging had geleid. Deze deprivatisering, oftewel remunicipalisering genoemd, ging gepaard met een water observatory om dit proces in goede banen te leiden. Zo kwam het gemeentebedrijf Eau de Paris tot stand. En het bijzondere is dat dit bedrijf een democratische raad heeft, waar werknemers en gebruikers worden vertegenwoordigd. En dit leidde dus ook tot lagere waterrekeningen, ruim 1200 drinkwaterfonteinen met een paar sparkling water fountains en financiële ondersteuning voor armere huishoudens in heel Parijs. En het Parijse voorbeeld, op de volgende slide, zien we dat het ook veel andere burgerbewegingen heeft geïnspireerd om lokale publieke diensten te deprivatiseren en dus ook te democratiseren. En een van de meest veelbelovende voorbeelden is Terrassa, Catalonië. En daar heeft de gemeente onder druk van actiegroepen het private waterbedrijf eruit gegooid en een permanente observatory opgezet. En in dit orgaan hebben bewoners beslissingsmacht om dus in samenwerking met de gemeente lokaal waterbeleid vorm te geven. Wat is nog een stap verder gaat. Nou, en op de volgende slide zie je nog een website als je meer van dit soort casussen wil leren kennen. Daar komt ook dat boek wat net werd genoemd uit, wat gratis te downloaden is. En sinds de laatste jaren zien we trouwens ook dat in heel veel landen burgerpartijen worden opgezet om lokaal aan de macht te komen. Denk maar aan Bijeen Amsterdam. Want ook via deze weg kunnen we de economie democratiseren en intersectionele politiek bedrijven. En op de volgende slide zien jullie het Transformative City initiatief. TNI met andere netwerken wereldwijd heeft de afgelopen jaren namelijk mensen over de hele wereld gevraagd om hun transformatieve praktijken te delen. En op deze manier kan ik dan even de afgelopen voorbeelden een beetje in perspectief plaatsen. Want op basis van al die inzendingen van over de hele wereld kwamen we achter het volgende. Het is effectief om je als groep op een specifieke fysieke plaats te organiseren rondom concrete mensenrechten. En het recht op water, voedsel, energie en huisvesting, onder andere, zijn mensenrechten waar acute levensbehoeftes op het spel staan. En die maken het dan ook mogelijk om een sociale meerderheid te organiseren en een groot, breed en sterk front op te richten. En tenslotte blijken dus coöperatieve verbanden, zoals in Kerala, deprivatisering en democratiseringen van publieke diensten, zoals in Parijs en Terrassa, en het opzetten van burgerplatforms, waar Amsterdam, Bijeen Amsterdam natuurlijk een voorbeeld van is, dat zijn effectieve manieren om lokale transformatie in gang te zetten. Nou, op de volgende slide staat het voorbeeld van Costa Rica, want radicale democratie is ook zeker mogelijk op landelijk niveau en noodzakelijk, zou je kunnen zeggen. En een prachtig voorbeeld is Banco Popular in Costa Rica. Deze corporatie is misschien wel een van de meest democratische banken ter wereld. 1,2 miljoen Costa Ricaanse arbeiders zijn de eigenaar van deze bank met echte inspraak. En de missie van Banco Popular is om het duurzame welzijn van de bevolking centraal te stellen. De bank vervult de missie door al haar beslissingen te maken op basis van gendergelijkheid, ecologische verantwoordelijkheid en universele toegankelijkheid. Nou, en dan nog iets moois, want Banco Popular werkt samen met Copalesca. Dit is een enorme, maar democratische energiecoöperatie in een van de zwaar beboste regio's van het land. Want het energiesysteem in Costa Rica is gebaseerd op samenwerking in plaats van marktwerking. En het nationale elektriciteitsbedrijf, ICE, werkt hand in hand met lokale regionale energiebedrijven
en dus energiecorporaties. En zo voorziet Costa Rica al haar inwoners van energie. Maar maakt ook een echte energietransitie door. En inmiddels is dus meer dan 99% van alle elektriciteit die gebruikt wordt in Costa Rica afkomstig van hernieuwbare bronnen. Maar dus terug naar de Nederlandse klimaatbeweging roept dit de vraag op wat onze visie is voor een nieuw, duurzaam en democratisch energiesysteem zonder Shell. Ik sluit bijna af. Op de volgende slide gaat het namelijk om hoe we internationale solidariteit voor elkaar krijgen. Hoe kunnen we dit concreet aanpakken? En inzichten van met name inheemse bewegingen in Latijns-Amerika geven aan dat lokale soevereiniteit en zelfbeschikking onmisbaar zijn om internationale solidariteit in de praktijk te doen. Om dit even toe te lichten, globale handel faciliteert grote bedrijven, klimaatcriminelen zoals Shell en neocoloniale landen zoals Nederland, om dus gemeenschappen, ecosystemen en landen in een zogenaamd zuiden te plunderen. En naast de noodzaak om dus koloniale reparations te betalen, waarop deze foto gestreden wordt, kan een staat, regio of land ook ervoor kiezen, of daarnaast ervoor kiezen, om niet meer andere plekken ter wereld leeg te roven voor onze consumptiedrift. Dit moeten we vervangen met lokale duurzame economieën, waar gemeenschappen zelf zeggenschap over hebben. Nou, dit vraagt natuurlijk om krachtige internationale netwerken. En gelukkig zien we sommige daarvan al, zoals actiegroepen die elkaar wereldwijd versterken. En ik weet zeker dat sommige die hier ook zijn, daar actief deel aan nemen. En daarnaast is het ook nodig op plaatsen internationaal op gelijkwaardige basis samenwerken om dus extractivisme te vervangen met ecofeminisme. Terwijl socialisme or barbarisme, zoals Rosa Luxemburg het stelde. En tot slot hebben we democratische overheden nodig. Democratieën die het mogelijk maken dat gemeenschappen overal ter wereld zorg en zelfvoorziening voorop kunnen stellen voor iedereen. Want zoals de coronacrisis en de klimaatcrisis laten zien, zijn we alleen zo veilig, gezond en veerkrachtig als de meest gemarginaliseerde mensen onder ons. Ja, daar zal ik het voor nu even bij laten. Oké, super. Dankjewel, Lavinia. Nou, we kunnen niet in dit echt klappen, maar virtueel misschien wel. Als mensen thuis dat doen, of inderdaad even zo in beeld. Ik lees net Bas in de chat, die gaf aan dat dit soort lokale organisatie is lastiger te organiseren in tijden van de coronacrisis. We kunnen niet heel diep nu op die vraag ingaan, maar mocht je hem als vraag willen stellen, doe dat vooral in de Q&A-optie. En misschien leuk voor de mensen die aan het meekijken zijn, mocht je ook nog mooie voorbeelden kennen hiervan, deel dat vooral. En ik zag ook dat Karel, die deelde meteen ook een boek of een document, heel tof. 7 Steps to Build a Democratic Economy. Kom ook vooral met dit soort voorbeelden. Dat is leuk voor de mensen die aan het meekijken en meechatten zijn. Dan maken we hier samen een extra waardevol moment van. En er wordt nog meer gedeeld. Check vooral de chat, zou ik zeggen. En mocht je via Facebook meekijken, verhuis lekker naar Zoom, dan kun je meechatten. Dankjewel, Lavinia. En we gaan gauw door naar de volgende spreker. Dat is Laurie. Hi allemaal. Kunnen jullie mij goed verstaan? Ja, oké. Okay. Ik heb wat slides, dus die ga ik nu met jullie delen. Dus ik zet hem even op share screen. Als het goed is, kunnen jullie nu mijn slide zien. Klopt dat? Even een bevestiging. Oké, goed. Allereerst, ik vind het echt superleuk om hier vanavond met jullie in gesprek te gaan over de situatie waar we ons nu in bevinden en hoe we hier beter uit deze crisis kunnen gaan komen. En ik ga vertellen waarom dit het moment is om te breken met fossiele brandstoffen. En jullie hebben vast allemaal gisteren in het nieuws gezien dat de prijs voor het eerst van olie, voor het eerst in de geschiedenis, onder nul is gezakt. En dat heeft te maken met een driedubbele voltreffer. Allereerst de coronacrisis, die ervoor zorgt dat er een ongekende daling is in de olievraag, omdat mensen minder vliegen en vooral ook van thuis werken, voor de mensen die van thuis kunnen werken. En dus minder in hun auto's rondrijden. Daarnaast is er een prijsoorlog gaande tussen de grote producerende landen. En daarbovenop ging het eigenlijk ook voor deze crisis al heel slecht met de fossiele industrie. Dat laat het plaatje hieronder zien. Dat laat zien dat olie- en gasinvesteringen de afgelopen jaren het veel slechter hebben gedaan dan investeringen in alle andere sectoren het gemiddeld hebben gedaan.
En op dit moment staat dus de wereld echt op zijn kop. En dat geldt niet alleen voor de gezondheid en de coronacrisis, maar ook dus voor de olie- en gassector, die is geraakt door de coronacrisis. En ik ben gevraagd om voor deze panel met jullie een kijk- en, of lees- en luistertip te delen. En mijn kijktip is een filmpje van Naomi Klein, waarin zij waarschuwt voor coronacapitalism. En in dat filmpje vertelt zij dat in tijden van crisis wat voorheen onmogelijk leek, opeens mogelijk wordt. En dat wat overheden doen in tijden van crisis afhangt van de ideeën die er rond slingeren. En wat problematisch is, is dat de vervuilende bedrijven hun verhaal heel goed kennen. Dus de fossiele en de luchtvaart en de auto-industrie, die kloppen zonder blikken of blozen aan bij de overheid voor financiële steun. En ook voor het afzwakken van regelgeving. En terwijl deze industrieën in goede tijden nauwelijks belasting betalen, willen ze nu graag belastinggeld zien om uit deze crisis te kunnen komen. En ik heb hier een aantal voorbeelden van een lobby die tot nu toe al heeft plaatsgevonden voor afzwakking van regelgeving en financiële steun door de fossiele industrie, door de auto-industrie en in Nederland ook door de luchtvaartindustrie. En zoals Naomi Klein aangeeft in dat filmpje wat ik met jullie heb gedeeld, is het heel belangrijk dat hier een alternatief verhaal tegenover staat. En wat OCI betreft kunnen overheden nu ofwel CEO's en aandeelhouders steunen en de afhankelijkheid van vervuilende sectoren versterken, of ze kunnen herstelmaatregelen gebruiken om sneller te vergroenen en juist werkgelegenheid te creëren en een weerbaardere samenleving neer te zetten. We hebben echt genoeg argumenten om te kunnen onderbouwen dat de enige route voor herstel nu een duurzaam herstel is. Zoals ik al liet zien, zijn fossiele brandstoffen eigenlijk al veel langer een heel slechte investering. En dat dus naast de klimaatcrisis en alle mensenrechten schendingen die met de fossiele industrie gepaard gaan, is het ook economisch niet slim om daarop in te zetten voor herstel. En daarnaast hebben de duurzame sectoren, die zijn over het algemeen arbeidsintensiever, creëren meer banen en helpen onze gezondere samenleving te bouwen die beter bestand is tegen toekomstige crisis. En nu is natuurlijk de vraag of de Nederlandse ministers dit goed hebben begrepen. En als je kijkt naar wat Wiebes bijvoorbeeld, de minister van Economische Zaken in Brussel communiceert, lijkt het alsof dat zo is. Want hij heeft bijvoorbeeld een brief gestuurd naar de Europese Commissie waarin hij de EU oproept om voor een green recovery te gaan, een groen herstelpakket. Maar als je dan kijkt naar wat we hier in Nederland zien gebeuren, blijkt dat toch niet helemaal nog zijn doorgedrongen. Het kabinet die schuift de CO2-heffing voor zich uit, opschort nu de energiebelasting voor de grote bedrijven en is bezig met een steunpakket voor de luchtvaartindustrie, waar vooralsnog gewoon nog geen duidelijke voorwaarden voor zijn. Nou, en daarom is het dus belangrijk dat wij een duidelijk verhaal hebben over wat er nodig is voor een duurzaam herstel en wat er nodig is om beter uit deze crisis te komen. En daar hebben wij een briefing voorgeschreven bij OCI die we morgen gaan publiceren. En er zijn al verschillende lijstjes van verschillende organisaties rondgegaan die dit verhaal ook heel goed vertellen. En ik zal hier niet helemaal doorheen gaan, maar de belangrijkste ingrediënten voor een duurzaam herstel zijn wat ons betreft een herstel waarbij steun naar werknemers gaat en naar gemeenschappen en niet naar CEO's en aandeelhouders. Een herstel waarbij overheden investeren in groene sectoren die langdurige en duurzame banen kunnen creëren. Een herstel dat zich ook richt op de afschaffing van fossiele subsidies. En dat is iets wat juist in deze context van een lage olieprijs heel belangrijk is. Omdat anders de hernieuwbare sector door de lage olieprijs ook wordt geraakt en minder concurrerend is. We denken dat dit dus het moment is voor een gecontroleerde afbouw van de olie- en gasindustrie. Want wat we nu zien met de olieprijs die in elkaar is gestort, is een ongecontroleerde afbouw waarbij de armere producerende landen als Nigeria en Angola enorme lagere inkomsten hebben en niet in een goede positie zijn om de gezondheidscrisis aan te pakken. Terwijl de rijkste landen in de positie zijn om
de olie- en gasindustrie te steunen en weer een laatste boost te geven. Dus aan hier tegenover staat wat we overheden adviseren niet te doen. Dat zijn bail-outs zonder voorwaarden voor de vervuilende industrie. En wat dat betreft wil ik ook even een shout-out doen naar Extinction Rebellion, die hier een petitie over hebben lopen met de focus op de bail-out voor de luchtvaartindustrie bij de Goede Zaak. En daar staat een link, dus ik zou jullie allemaal willen aanmoedigen om dat te ondertekenen. En dan zal ik naar de laatste slide gaan. Dus nog even om dit samen te vatten. Dit is wat ons betreft het moment om de transitie naar duurzaam te versnellen, zodat we beter uit deze crisis kunnen komen. Het redden van de fossiele luchtvaart of auto-industrie zonder voorwaarden is slechts een tijdelijke fix voor structurele problemen die we al in deze sectoren zagen. En het afschaffen van fossiele subsidies en de invoering van een CO2-heffing is juist nodig nu energieprijzen laag zijn. En overheden die pompen nu miljarden om uit deze crisis te komen in onze economie. En die moeten we gewoon gebruiken om de transitie te versnellen. Want dat creëert banen, welvaart en een gezonde samenleving die weerbaar is tegen toekomstige crisis. Maar dat betekent ook dat er een eerlijke transitie nodig is voor mensen die in de vervuilende sector werken, die worden geraakt door deze crisis. En hier heb ik nog een aantal interessante bronnen die... Ik zal ook de link naar mijn slides delen, zodat jullie deze allemaal kunnen terugvinden. En dat is het. Dankjewel, Laurie. Ook voor jou een virtueel applaus. er werd net door Bas in de comments gezegd van de grote bedrijven hebben hun verhaal en geld bij onze mensen en macht. Nou, gebruik die macht vooral inderdaad om de verschillende petities te tekenen. Die worden nu ook in de chat gedeeld. Laurie zal nog een link naar haar presentatie delen. Dan kan je dus ook via haar presentatie doorklikken. En via die weg dan ook weer meer lezen, kijken en doen. En ik las ook inderdaad van geen poen zonder plan. Nou, dat is misschien wel de samenvatting ook van jouw bijdrage. En Saskia die zegt, helder verhaal Laurie. En trouwens wel leuk, we kregen net de groeten uit Kollum, Friesland. En Dirk-Jan, die is helemaal geïnspireerd, die gaat ook muziek introduceren in webinars in Stockholm. Dat is heel tof. En we hebben ook groetjes uit Groningen. Dus dit is inderdaad een grensoverschrijdend webinar in dat opzicht. Heel tof. Niet alleen in verhaal, maar ook in mensen. Goed, mocht je dus vragen hebben, schroom niet ze te stellen via de Q&A option. Er komen ook nog groetjes uit Limburg binnen, natuurlijk. Dankjewel, Ivy. Vragen kunnen in de Q&A option en deel vooral allerlei links en petities waar je zelf ook mee bezig bent in de chat. Dan kunnen wij elkaar daarin helpen. En uit Zeeland ook de groeten. Goed, dan gaan we naar Donald, van Zeeland naar Donald. nou, heel veel groetjes komen nog steeds binnen. Hey, Donald, kun jij ons meenemen in jouw verhaal? Ik ben heel benieuwd. Ja, dankjewel. En vooral dankjewel dat ik deze uitnodiging kreeg. Ik denk dat deze webinarserie is een voorbeeld van hoe de klimaatbeweging bij elkaar komt. Om gezamenlijk op te trekken, want zoals al in de chat is gezegd, alleen als wij samenwerken, kunnen wij de kracht van het kapitaal effectief tegengaan. Maar als zij het geld hebben, hebben wij de mensen. En altijd bouwen op je kracht, zeggen ze. Ik denk dat het goed is om met elkaar heel duidelijk te constateren dat wij hebben nu de kans om te kiezen als samenleving voor een groene wederopbouw of een zwarte kickstart van de economie. En die keuze is niet iets wat vanzelf gaat. Wij hebben als klimaatbeweging kunnen en moeten deze keuze gaan bepalen. Als wij het niet doen, dan worden de zwarte kickstart. En misschien om dat een beetje context te geven. Op dit moment heeft de Europese Commissie al besloten om 500 miljard te investeren als reactie op de coronacrisis. Zij zijn bezig om te praten over 1.500 miljard om te investeren. Nederland heeft tussen 60 en 90 miljard gereserveerd als antwoord op de coronacrisis of de economische gevolgen daarvan. En dat zijn enorme bedragen als je dat zo hoort. Ik denk dat geen enkel mens dat echt kan bevatten. Om het een beetje in zijn context te plaatsen, het klimaatakkoord met al zijn beperkingen investeert 1.500 miljard per jaar.
om het klimaatprobleem op te lossen, zogenaamd op te lossen. En wij hebben reden tot zorg. Laurie heeft al wat laten zien. Maar als je kijkt naar wat er na de vorige crisis is gebeurd, de financiële crisis, toen heeft overheden ervoor gekozen voor de zwarte kickstart. Na de crisis is de CO2 wereldwijd gestegen met 6%. En wij weten dat wij terug moeten met 50% in 2030. En de resultaat was dat overheden kozen voor de grote vervuilende bedrijven en voor de bankensector. Het resultaat was meer vervuiling, meer miljonairs en meer ongelijkheid. En als je nou kijkt nou naar Nederland, waar zitten we nu? Wat zijn de ontwikkelingen? Dan lijkt het alsof de Nederlandse overheid ook kiezen voor de zwarte kickstart. De vrijstelling voor multinationals voor hun energiebelasting, die blijft bestaan. Terwijl beloofd is dat die afgeschaft zou worden. Een belasting die wij met z'n allen betalen en die ervoor die middelen moet opleveren om te kunnen investeren in klimaatoplossingen. Die CO2-belasting voor grote vervuilers wordt uitgesteld. De Urgena-maatregelen worden uitgesteld. De vliegtaks wordt uitgesteld. De fossiele export wordt met miljarden gesteund via de exportkredietagentschappen. KLM, miljarden steun. En daarbij gebruikt de klimaatminister Wiebes, die zegt, en zijn argumentatie zegt, die Nederlanders hebben nu wel wat anders aan hun hoofd. En dat is een hele verleidelijke argumentatie. Want inderdaad, als mensen doodgaan, als er gevochten worden om de leven van honderden mensen, duizenden mensen, dan is het een beetje gek om over CO2 ons zorgen te maken. Maar dat is een pseudo-tegenstelling. En het mooie is dat het grote publiek die heeft dat door. Wij hebben als Milieudefensie hebben we daar zelf onderzoek naar laten doen. En dat blijkt dat een substantieel minderheid van de Nederlanders, die zeggen, pak nou tegelijkertijd de economische crisis en het klimaatcrisis aan. En die boodschap, die moeten wij denk ik als klimaatbeweging, moeten we uitvergroten. Wij benoemen die samengaan van het oplossen van de economische crisis en het klimaatcrisis, noemen wij als Milieudefensie klimaatrechtvaardigheid. Sommige mensen noemen dat de just transition of de eerlijke transitie. Maakt op zich niet uit wat je dat noemt. Waar het om gaat is dat wij ambitieus klimaatbeleid voeren in lijn met de doelstellingen van Parijs. Op zo'n manier dat huishoudens en kleine en middenbedrijf, kleine ondernemers er ook op vooruit gaan. En als wij nou kijken van waar moeten we als beweging ons om gaan verenigen als een soort platform, dan zie je inderdaad, Laurie heeft het prachtig samengevat, maar ik haal er drie elementen uit. Ten eerste moeten we voorwaarden stellen aan de steun die grote bedrijven krijgen. Dat betekent dat wij voor een deel moeten accepteren dat grote bedrijven steun krijgen. En dat is vooral om de werkgelegenheid te beschermen. Mensen die wekelijks boodschappen moeten doen, of die hypotheek moeten betalen, hun kinderen naar school sturen, die kunnen wij niet in de steek laten. Maar als we grote bedrijven steunen, dan moeten voorwaarden aangesteld worden. Extinction Rebellion, prachtig samengevat. Geen poen zonder plan. En wat zijn dan die voorwaarden? Behoud van werkgelegenheid. Geen uitkering van dividend aan aandeelhouders. En een CO2-plan. Een tweede element van wat we als gezamenlijke strategie zou kunnen hanteren, is investeren in cruciale sectoren. Dat betekent wat onderwijs, zorg en vergelijkbare sectoren waar we nu als samenleving hebben gezien, die hebben we echt nodig. Als de CEO's een maand zouden staken of even met z'n allen op vakantie zou gaan, dan loopt onze samenleving prima door. Maar als de cruciale sectoren, onderwijzers, verplegers, de vuilnis, mensen die de vuilnis ophalen, als die een maand weg zijn, dan stort heel de samenleving in. Daar moeten we in investeren nadat we 30 jaar lang daarop bezuinigd hebben. En het derde element is een groene banenplan. Waardoor we de mensen die nu hun banen dreigen kwijt te raken, dat we die
een toekomstperspectief kunnen geven. Met banen die bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling. Banen waar je echt trots op kan zijn en waar je toekomstperspectief hebt. En dan wil ik afsluiten met een oproep dat wij als klimaatbeweging ons zo moeten gaan inrichten, zo onze strategie zou vormgeven, dat wij buiten ons bubbel gaan trainen. Dat is succes van onze beweging, die wordt bepaald door de mate waarin wij mensen die wij niet dagelijks tegenkomen, kunnen betrekken bij onze beweging. Waarin we ons voorstellen voor oplossingen zo vorm gaan geven dat mensen daar beter van worden. En ik wil gewoon het voorbeelden geven van hoe dat kan. Het eerste is als antwoord op het klimaat of op de economische crisis een grootschalige verduurzaming van huizen. Creëert tienduizenden banen, zorgt ervoor dat die 500.000 kinderen die op dit moment wonen in schimmelhuizen en gezond kunnen opgroeien. En natuurlijk CO2 terugdringen. Een toegankelijke OV zorgt uiteraard voor heel veel nieuwe banen, het behoud van banen, CO2-reductie, maar zorgt er ook voor dat de helft van alle Nederlanders die geen auto hebben, een derde van alle huishoudens die niet een auto hebben, dat die ook een betere bereikbaarheid hebben, zodat ze naar werk kunnen, zodat ze sociale relaties kunnen onderhouden. En als laatste, dat we boeren steunen om de overstap te maken naar natuurvriendelijke landbouw. Dat zorgt niet alleen voor een goede inkomen voor de boeren, dat zij een menswaardig bestaan kunnen leiden, beschermt de natuur tegen de uitstoot van stikstof en zorgt voor betaalbaar en gezond eten van eigen bodem. Dankjewel. Dankjewel, Donald. En Marjolein zegt, laten we de fiets niet vergeten. Zeker. Die hoort ook in het lijstje. Hey, nou, we zijn internationaal begonnen door te kijken naar hoe democratisering elders plaats kan vinden. We hebben gekeken naar hoe een vertaalslag gemaakt kan worden als het gaat om industrieën. En zijn heel concreet geëindigd met de fiets en het OV. Om daarmee een dwarsdoorsnede te geven van manieren waarop systeemverandering uiteindelijk plaats kan vinden. Mocht je daar vragen over hebben, vind die Q&A-knop. En de donut-economie heb ik een paar keer in de chat terug zien komen. Mocht je dit interessant vinden, dan is het inderdaad heel interessant om daarover door te lezen. Evelien, Marielle en Lennart en Paul, positieve comments op het verhaal van Donald. En ik zit even te kijken. Pelle die deelde net ook een peiling die door Greenpeace is gedaan, dat de mensen, het volk, de massa, people power, mensen steeds meer openstaan om geen steun meer te geven aan luchtvaart, industriële landbouw en banken. Dus dat sluit op zich ook wel weer aan bij de verschillende initiatieven die worden opgezet. Dus misschien zitten we in een momentum, wie weet. Goed, dank jullie wel allemaal. Dat brengt ons bij het einde van dit eerste gedeelte. We hebben zo weer een intermezzo van Florian, heel fijn. Voor een aantal minuten. En daarna gaan we over op de stellingen. Elk panellid heeft een stelling aangedragen waar jullie zo meteen ook op kunnen stemmen. Dus blijf lekker paraat staan. Mocht je een hele goede vraag bedenken tijdens de muziek, geïnspireerd door de bijzondere noten, stel die vooral in de Q&A. En dan komen we over 5 minuten bij jullie terug naar Florian gehoord te hebben. When the air becomes the sky, when there are no more questions why, do you really live and let die? Come my friends, come my foes, drop your fear, drop your goals, dive right into the unknown. It's when silence
fades away. Swim silence away. When the way becomes the sea, when there's no more urge to plead, set us free. Find your fire and light the fuse, 'cause you ain't got nothing to lose. Illuminate your inner truth. Let's win silence away. Swim silence away. Swim silence away. Swim silence away. Dames en heren, dat was Florian nogmaals, met nogmaals hele mooie muziek. En Florian, mensen blijven onder de indruk, ook na de tweede keer. Top, goed om te horen. Dank jullie wel voor het luisteren. Dank je wel, Florian, en tot zo weer. Tot zo. Woehoe, Florian. Nou. That's the spirit.
Hey, leuk mensen, heel leuk, zulke reacties. Goed, dan gaan we nu naar het tweede deel van deze avond. We gaan met z'n allen stemmen op wat stellingen die zijn voorgedragen door onze panelisten. En daarna gaan we terugkomen op jullie vragen. We kunnen niet alle vragen helaas laten beantwoorden. Dus mocht je een vraag specifiek hebben gesteld, dan kijk ik zo meteen alle panelisten heel lief aan of ze misschien de vragen die niet beantwoord zijn in de chat willen beantwoorden. En op basis van de vragen die allemaal zijn gesteld en je stemmen daarop, maak ik een selectie van vragen die het meest zijn gesteld. En dan doen we dat in ieder geval virtueel. Goed, oké. Technische lieve mensen, zijn de polls ready om getoond te worden? Ik kijk even virtueel naar mijn collega's. Kijk, oké. Nou, dat is de eerste stelling. En die luidt als volgt. Zonder samenwerking met de vakbonden bereiken we geen rechtvaardige transitie. Je kunt even de tijd nemen om te stemmen. Wij zijn ontzettend benieuwd hoe jullie hierin staan. Dat gebruiken wij dan vervolgens weer als input voor de discussie zometeen. Dus je hebt nog heel even de tijd om te stemmen. Zullen we aftellen? 10... 9, 8, 7. Nou, als het goed is, is er nu in beeld een venstertje verschenen met de stelling. En dan kan je daarop klikken. Mocht je mobiel meekijken, dan moet je waarschijnlijk ergens op klikken om de optie te krijgen. Op de laptop komt hij in ieder geval sowieso wel tevoorschijn. Lennart en Wendy zien het niet. Even kijken, want bij mij is hij wel tevoorschijn gekomen. Jij zit op de laptop en ziet het niet. Op mobiel automatisch? Ik wel. Oké. Het lijkt erop dat hij het bij sommige mensen wel of niet doet. Oké, mocht je hem niet krijgen, laat even in de comments weten of je het eens bent of niet. Dan krijgen we ook een indruk. Dus ik lees hem nog één keer voor. Zonder samenwerking met de vakbonden bereiken we geen rechtvaardige transitie. Dus mocht je niet kunnen stemmen, laat even in de chat weten wat je vindt. Eens of oneens. Mocht je via het venster kunnen stemmen, doe dat vooral. Dan hebben we een overzicht. Nou, nu al 73% gestemd. Dat is heel fijn. Dan gaan we denk ik naar de volgende stelling. Zullen we dat doen? Oké, kijk. Die komt er zo aan. Wow. Nou, dat is interessant. We hebben 89% die het eens is met deze stelling. En 11% oneens. Dat is interessant. Iemand vraagt ook in de chat, wat is nog de macht van de vakbonden? Nou, dan kijk ik even degene aan die deze stelling heeft geponeerd. Je eerste reactie. Ja, de vakbonden, als in de mensen die nu nog bij de vakbond zitten, dat waren er ooit zeker veel meer. En juist als je kijkt naar hoe de verdeling is tussen kapitaal en arbeid, dan is arbeid zoveel duurder geworden over de afgelopen jaren en kapitaal zoveel goedkoper, dat dat heel erg ten koste is gegaan van vakbonden. En juist beschermde arbeid, goede banen die een leefbaar loon opleveren, is helaas niet meer de regel, maar zou het wel moeten zijn in de vakbonden. Want met name FNW is een hele progressieve stem in heel veel sociale bewegingen om juist die advocacy te doen bij de overheid voor de voorstellen die onder andere Donald noemde. Ja, en dus juist zeg maar deelname vanuit de jongere bewegingen die nu allemaal zich voor het klimaat strijden, die zouden juist heel veel kunnen bijdragen om de vakbond juist weer groter te maken. Ja, en daar is nog veel meer over te zeggen, maar ik hou het even hierbij. En eigenlijk was de stelling een combinatie van samenwerken met de vakbond en klassensolidariteit. Dat natuurlijk breder is dan alleen de vakbond. Dus ja. Oké, thanks. En hier wordt ook wel een terechte vraag opgeworpen. Hè? Van in hoeverre zijn de machtsstructuren waar we ons vroeger mee organiseerden, hoe kunnen we die vertalen naar machtsstructuren die nu ook nog weerslag vinden? Dus dank voor het stemmen, dank voor de vragen. Dan gaan we door naar de volgende stelling. Pam, 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 pam. Als het goed is, komt die nu tevoorschijn. Yes. Dus wederom, mocht je niet kunnen stemmen, dan stem je mee via de comments. Dit is het moment voor het nationaliseren van fossiele bedrijven. Eens of oneens? Dus wordt het volledige integratie van de fossiele industrie of juist helemaal niet? Ik ga denk ik gewoon meetellen. Of twee eens via de chat. Hoeveel procent heeft al gestemd, lieve mensen van de tech? Even kijken, dan kunnen we op basis daarvan inschatten hoe ver we zijn. Nou, iemand geeft aan dat het nooit gaat lukken en daardoor oneens. Wendela, zou je het idealiter wel willen of is het vooral een pragmatische stem?
kost duur. Nou, dat is ook een argument. We zijn heel praktisch vanavond, hè, merk ik. Oké, we hebben inmiddels 65%, 73% heeft inmiddels gestemd. Wachten nog heel even af. Oké, nou, we zijn 75%. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we kijken. Is dit het moment voor het nationaliseren van fossiele bedrijven of niet? Pam, 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 pam. Wordt wel heel spannend zo. Eens, 73%. Oneens is 27%. Was interessant. Nou, een eerste reactie van Laurie. Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje verbaasd. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen daarvoor zouden zijn. Het is nu natuurlijk relatief goedkoop om de olie- en gasindustrie te nationaliseren vanwege de lage olieprijs. En wat het idee hierachter is, is als we de olie- en gassector nationaliseren, dan is die in publieke handen en kunnen we voor meer controle zorgen over de afbouw ervan. En dan kunnen we ervoor zorgen dat werknemers worden gesteund en dat niet de CEO's en de aandeelhouders worden gesteund. En dat ook de schade die is aangericht door de industrie goed wordt opgeruimd. Daartegenover staat wel dat er momenteel heel veel staatsbedrijven zijn, olie- en gasbedrijven zijn, die in handen zijn van overheden, die het helemaal niet beter doen dan de private olie- en gasmaatschappijen. Dus als je kijkt naar Statoil in Noorwegen bijvoorbeeld, daar is de overheid ook continu nog steun aan het geven aan de industrie en de industrie aan het helpen met verdere uitbreiding van olie- en gasproductie. Ook hebben we de staatsbedrijven in Saudi-Arabië, Saudi Aramco en Gazprom en in Rusland. En die doen het echt niet beter dan de private energiebedrijven als het gaat om mensenrechten schendingen, corruptie, vervuiling en klimaat. Dus ik denk, bij OCI hebben we trouwens een discussiepaper geschreven over dit onderwerp, over het onder publieke controle brengen van de fossiele industrie. En wat we daarin ook zeggen is dat een voorwaarde voor nationalisering moet zijn dat die nationalisering gepaard moet gaan met een heel duidelijk afbouwplan van de sector. En als dat niet het geval is, dan is er een risico dat het alleen maar leidt tot een verlenging van de olie- en gasindustrie en het in stand houden daarvan voor overheden. Oké. Thanks, Laurie. En voor de mensen die dit interessant vinden, lees vooral in de chat mee, want daarin worden allerlei nuances en voorstellen aangebracht, zoals nationalisering of internationalisering. Wat zou de rol van de aandeelhouders moeten blijven of zijn of niet? Shell en KLM worden ook alweer genoemd. Die komen natuurlijk altijd terug. Dat zijn de bingo-woorden van onze panels. Dan gaan we door naar de volgende stelling, de laatste van vanavond. Die komt ook zo in het scherm, als het goed is. Ja, bubbel. De klimaatbeweging moet haar bubbel uit en de wijken in. Eens of oneens? Heel even om te stemmen. Het is een korte stelling, dus je hebt korter de tijd. Marjolein zegt ook de talkshows in. Hadden we ook in de stelling moeten stoppen. Klinkt een stuk spannender. En niet alleen mobiliseren via Facebook. Ja, gewoon letterlijk aanbellen bij de deuren wordt hier voorgesteld. Ik weet dat Milieudefensie daar ook een actie voor heeft opgezet, hè? Van langsgaan bij de deuren. Dus dat wordt ook heel letterlijk gedaan. Lieve techvrienden, op hoeveel stemmen zitten we inmiddels? Procent? Oh, kijk, hij wordt al van het scherm gehaald. Dus volgens mij betekent dat genoeg. Oh, kijk, 99% is het eens. Wel met de vraag / kanttekening in de chat dat het nog wel heel vaag is wat de wijken in precies is. Donald, zou jij daarop willen reageren? Want de stelling die is door jou voorgesteld. Ja, op de stellingen reageren, zeg je dat? Op de stelling, maar ook specifiek de vraag die werd gesteld van, op zich is er niet echt verdeeldheid, maar wel een vraag van oké, hoe doen we dat dan, de wijk in? En iemand gaf ook al aan van, we kunnen ook niet letterlijk meer de straat op. Saskia. Ja, dat is moeilijk. Heel kort, Donald, want we moeten nog even wat vragen beantwoorden, als het kan. Ik ga heel kort zijn, heel praktisch. Wij hebben een campagne gericht op de wijken in. Het heet Operatie Klimaat. Daar kan je je ook bij aansluiten. En dat is open voor iedereen in de beweging. Het is niet Milieudefensie branded. En dat is echt de heerlijkste ding om te doen. Ik kan het iedereen aanbevelen. 1. Je test
je kennis van klimaat. Want je wordt echt door mensen voortdurende vuur in de schenen gelegd. Positieve kritiek krijg je. Vragen die je niet had verwacht. Manieren van uitleg die je kan testen. En of het nou de Turkse groenteman is die je spreekt. Of de ene ouder met twee kinderen op drie hoog. Of een oud of jong. Iedere keer nieuwe inzichten. Ze sluit je aan. En wij hebben ongeveer min of meer 2/3 van de mensen die we spreken sluiten zich aan bij de klimaatbeweging. Zo, iedere persoon die meedoet, betekent dat we extra mensen ons beweging intrekt. Oké, okay. Dankjewel Donald. Was inderdaad kort. Fijn, dankjewel. Want dan kunnen we ook door naar de vragen. En er werd ook... iemand heeft zich bij een wielerclub aangesloten. Was dat, ik hoop dat dat ook was om de club zelf en niet alleen voor het klimaat. Dan heb je, anders ben je wel heel next level. Maar dat is heel goed, tof. Wat ik ook lees is... het verzoek of de 1% wil toelichten. Dus degene die op nee hebben gestemd. Mocht je willen, licht vooral ook toe waarom je dat hebt gedaan. Vinden de anderen interessant om te lezen. En ook nog steeds de vraag, wat betekent het precies? En een interessante vraag die dan verder wordt beantwoord in de chat. Goed, dan gaan we verder met vragen. Een dilemma, kijk. Oké, okay, nou, dat wordt meteen spannend. Pelle, je ziet een dilemma. Dat een sterke top-down overheid is de enige die snel een grootschalige omslag kan bewerkstelligen in lijn met de voorstellen van Laurie en Donald. Maar kan dat in lijn met Lavinia's pleidooi voor radicale bottom-up democratie? Gaat zo'n transitie snel genoeg? En wat als gemeenschappen geen groene dwang willen van de overheid? Ja, dat is meteen... volgens mij kan je daar een volgend paper over schrijven, Laurie. Maar sowieso... veel stof tot nadenken. Wie wil als eerste hierop reageren? Misschien om heel kort even het spanningsveld dat in de vragen aan bod kwam te bespreken. Omdat juist de radicale democratisering niet alleen van... op lokaal niveau mogelijk is. En juist door het voorbeeld van Costa Rica erbij te halen, wilde ik laten zien dat radicale democratie eigenlijk op elk niveau, op elke schaal noodzakelijk is. En natuurlijk is subsidiariteit, dat je beslissingen zo lokaal mogelijk neemt, waarbij de mensen die geraad worden door de beslissing heel nabij zijn, bij de beslissing, is heel belangrijk. Maar je hebt nationale coördinatie nodig en juist het nationaliseren van de fossiele industrie, zodat je zo snel mogelijk gecoördineerd kan afbouwen en de gemeenschappen die geraakt worden en de arbeiders die geraakt worden kan meenemen, is juist heel complementair en noodzakelijk, zou ik zeggen, om ook die radicale democratie op nationale schaal vorm te geven. Want nu zien we dat lokale initiatieven eigenlijk juist vanwege marktwerking moeten concurreren met elkaar wanneer we niet op nationale schaal dit gaan coördineren. Dus dat vult elkaar alleen maar aan en kunnen we eigenlijk niet zonder elkaar zien. Oké, okay, dankjewel. Dus niet zozeer een dilemma, maar meer op verschillende levels schaken dan. En proberen elkaar aan te vullen daarin. Laurie, ik zie jou knikken. Donald, ik kan jou niet meer zien. Wie zwijgt stemt toe? Is dat zo? Is wat zo? Wie zwijgt stemt toe? Nee. Het is wel een schijntegenstelling. Omdat onze overheid kan natuurlijk ook democratisch zijn. En je hebt vele voorbeelden. En ik denk dat bijvoorbeeld aan Hamburg, als ik mij goed kan herinneren. Die heeft vanuit de gemeente ook een energiecoöperatie opgericht. Maar het gaat erom, en dat in het voorbeeld van de watercoöperatie in Parijs. Het gaat erom dat er inspraak is en dat het niet gaat om winst, maar om algemeen belang. Oké, okay. Dankjewel Donald. En even terugkomend op de stelling van net, want er werd door wat mensen gevraagd van hey, wie is die 1% die heeft gestemd tegen, we moeten meer de wijken in? Nou, diegene heeft zich geopenbaard in de chat en aangegeven dat het soms ook zou moeten gaan om niet zozeer alleen meer mensen bij de beweging, maar ook om het verder ontwikkelen en trainen van de mensen die al actief zijn. En daar meer handvatten aan bieden. Dat is de toelichting van de 1%. Omdat het veel werd gevraagd, leek het me wel interessant om te delen. Dank voor het delen. En dan gaan we door naar de volgende vraag.
Even kijken. Vraag van Lisa. En van, even kijken, ik zag een soortgelijke vraag van iemand anders. En waar dat om ging is dat, ja, dus hoe kun je de meerderheid van mensen organiseren als mensen zich niet bewust zijn dat ze deel zijn van de meerderheid? In Nederland heeft Lisa het gevoel dat mensen vaak boos zijn op de verkeerde dingen en mensen. Hoe neem je die mee? En dat sluit aan op een toelichting die ze ook erbij heeft geschreven, van dat veel mensen op partijen zoals de FVD, PVV en VVD stemmen, waarvan de uitvoering van beleid juist tegenstrijdig zou kunnen zijn met de eigen belangen. Hoe is het mogelijk om verschillende groepen ook daarin dus mee te krijgen? Mag ik daarop reageren? Jazeker. Ja, ik ga het kort houden. Volgens mij kunnen we, en ik provoceer bewust, leren van populistisch rechts. Links heeft een geneigdheid om dingen die we niet leuk vinden duurder te maken. Populistisch rechts heeft een geneigdheid om dingen die de mensen leuk vinden goedkoper te maken. Een voorbeeld is gisteren, waar het over een motie gestemd in de Tweede Kamer, heeft de PVV een Forum voor Democratie voorgesteld om de huurverhoging die door de Rijksoverheid is ingesteld, even te pauzeren tot na de crisis. Dat had ook uit een linkse partij kunnen komen. En die voorbeelden die ik net gaf, goedkoper voedsel, goedkoper energierekening voor mensen, goedkoper OV, dat zijn maatregelen die wij als progressieve klimaatbeweging tot ons kan nemen en niet wachten tot die wordt afgepakt of opgepakt door populistisch rechts. Dankjewel, Donald. Ik lees ook in de chat of er ook dingen zijn waar jullie het met elkaar oneens zijn. Donald, Laurie en Lavinia. Nou, misschien wel één punt wat Donald net noemt over goedkope energierekeningen. Ik denk inderdaad dat er wel lessen zijn die we kunnen leren. En dat er ook dingen zijn die we natuurlijk als beweging moeten promoten. En niet alleen dingen die we moeten beprijzen. Maar als het gaat om energieverbruik is het wel heel belangrijk dat we onze energie op een efficiënte manier gebruiken. En goedkope energie werkt dat niet echt in de hand. Ik denk dat het dan een betere route is om mensen goedkopere educatie te geven, goedkopere gezondheidszorg, goedkopere tandartsen, et cetera. Andere basisverzorging, zodat ze ook hun energierekening kunnen betalen. En steun bij isolatie, bij vergroening van een huis, zodat de energierekening omlaag gaat. Dat is best wel natuurlijk specifiek. Maar dat is wel een nuancering die ik zou willen toevoegen hier. Dankjewel, Laurie. En dan een vraag van Shihiro. Die zegt, waarom noemt niemand herstellende rechtspraak en compensatie voor inheemse volken die op dit moment dubbel geraakt worden door Shell en consorten? En waarom hebben we het ook niet gehad over arbeiders van extractieve industrie die nu COVID-19 importeren in inheemse gemeenschappen, waar zelfisolatie niet voor gegund is? Hoe is dit eerlijke transitie? Mag ik reageren? Ja. Ik ben eigenlijk heel erg blij dat dit genoemd wordt. Ook dat laatste punt over dat de fossiele sector nu ook de coronacrisis meebrengt naar bepaalde gebieden. Dat hebben we ook zien gebeuren in Mozambique, waar nieuwe gasvelden zijn gevonden. En de fossiele sector doorgaat met het aanleggen van nieuwe infrastructuur, ondanks de coronacrisis. En dus ook daar als eerste de coronacrisis naar de gebieden heeft gebracht en dus ook lokale gemeenschappen daarmee in gevaar brengt. Ik denk dat dat een gevaar is en wij hebben daarom ook in onze lijst van do's en don'ts opgenomen dat de constructie van nieuwe fossiele infrastructuur en sowieso natuurlijk van projecten die de gezondheid van lokale gemeenschappen in gevaar brengt, dat moet worden stopgezet. En dat over het laatste punt. Ik ben nu even weer op zoek naar de vraag. Maar misschien heeft iemand anders van de panelleden nog iets toe te voegen. Yes, iemand een toevoeging? Ja, misschien in het kort. Wat betreft reparations en mensen, inheemse bevolkingsgroepen die niet dubbel hard geraakt worden. Ik denk dat in het verhaal van een
Green New Deal of een Green Recovery, dat die discussies nog veel te veel op nationaal niveau plaatsvinden en dat die nooit rechtvaardig zullen zijn als niet het internationale dimensie en juist hoe deze groepen al decennia, eigenlijk eeuwenlang, dubbel geraakt worden. Dus dat voorop moet staan. En daar zullen we ook een gesprek als webinar vanuit TNI op 6 mei over organiseren. Dus hopelijk kunnen we daar dit gesprek verder voeren. En verder ook nog misschien terugkomend op de prijsdiscussie die net genoemd werd. Bewustwording en een culturele omschakeling is uiteraard superbelangrijk. Dat we ons bewust worden van wat energie waard is. Maar om het als prijs, om prijs als graadmeter te nemen of die bewustwording plaatsvindt, lijkt me de verkeerde methode. Juist in Cuba hebben ze dat gedaan, waarbij ze na 2006 een hele transitie hebben doorgemaakt en eigenlijk voor alle grootverbruikers de energieprijzen enorm hebben verhoogd. En op lager niveau voor mensen met lagere inkomens juist die bewustwording gecreëerd, zodat voor hen de prijzen niet omhoog gingen, maar wel dat ze er bewuster van werden wat de energie waard was. En nu zijn dus de prijsverschillen wel 50 keer zo groot tussen grootverbruikers en gewone huishoudens. En ik denk dat we veel meer op behoefte moeten zitten. Wat is de minimale behoefte die we nodig hebben om een degelijk waardig leven te hebben? En dat niet vanuit prijs moet gaan, want dat is denk ik nog steeds dezelfde neoliberale marktwerking die we dan steunen. Ja, en misschien in één zin, maar wat betreft vakbonden en hernieuwbare energie, omdat ik daar moest aan bij denken toen Chihiro hierover begon, qua wat allemaal geoutsourced wordt en wat de grote destructie is elders. Hernieuwbare energie en die transitie wordt heel vaak verkocht, waarbij mensen uit de vakbeweging hun banen kwijtraken, omdat die hernieuwbare energie elders in de wereld eigenlijk tot veel meer verwoesting leidt. En juist dat we dat lokaal moeten vormgeven en dus die reparations en climate finance moeten sturen naar die plekken, zodat ze dat daar zelf zeggenschap over hebben. Dus misschien dat. Ja. Ja, en dan even terugkomend op het neoliberalisme. Een vraag die ook wel enigszins daarover gaat. Met welke regels speel je? Die van het spel wat we nu hebben of een alternatief spel? Vraag komt van Filip, specifiek naar aanleiding van wat Donald heeft gezegd. Ik lees hem even voor. Donald zegt dat we een CO2-plan als voorwaarde voor staatssteun moeten stellen. Maar hoe realistisch is zo'n plan als je het hebt over bedrijven als Schiphol, KLM of Shell? Moet de overheid dit soort vervuilende bedrijven en sectoren niet nationaliseren om via die weg, in samenspraak met de werknemers, op een planmatige en rechtvaardige manier hun activiteiten te ontmantelen? Donald, een eerste reactie hierop? Ik denk dat inderdaad een nationalisatie zou op zich een vergelijkbaar effectieve middel kunnen zijn. En dat klinkt misschien heel radicaal, maar laten we niet vergeten dat de overheid de banken voor een deel hebben genationaliseerd na de financiële crisis. De Volksbank die is genationaliseerd. Ik denk dat wij de voor's en de tegens van die twee met elkaar zouden moeten vergelijken. Het nadeel van nationaliseren is dat de overheid afhankelijk wordt van de inkomsten van zo'n bedrijf. En dus een perverse incentive heeft om die bedrijf te laten doorgroeien. Anders levert gewoon geld op, net als we het voor aandeelhouders geld op leveren. En de voordeel van een CO2-plan is dat een bedrijf zich daar gedwongen aan moet houden. Mm-hmm. Laurie, hoe verhoudt dat zich tot de democratisering waar je het eerder over hebt gehad? Ja, dus dat ging ook over nationalisering. En ik kan mij hier eigenlijk heel erg vinden in wat Donald net zegt. Wat ik eerder al zei is, ik denk dat zo'n nationaliseringsplan echt gepaard moet gaan met een plan voor de afbouw van de sector, op voorhand al. En als dat niet het geval is, dan is er inderdaad dat risico dat Donald net noemde, dat het juist in het belang is van de overheid om aan zo'n sector te blijven verdienen. En mm-hmm. dat die dan in stand wordt gehouden. Dus ik denk dat zo'n nationalisering alleen kan werken als dat ook echt gebeurt met als doel om de sector af te bouwen. Ja, en een vraag die daarop misschien ook aansluit is van Peter. Die vraagt, hoe kunnen wij als belastingparadijs zelf voorwaarden stellen aan staatssteun, zoals Polen en Denemarken dat doen? Finja, heb jij daar misschien ervaringen of ook uit het buitenland, hoe dat wordt gedaan?
afsluiten? Nee, ik ken dit voorbeeld niet. Dus ik zou het heel graag willen leren kennen. Als daar misschien nog iets meer over kan worden geschreven per chat. Wel zien we dat als het gaat om belastingen en allemaal van dat soort grootschalige beslissingen die nodig zijn, dat er citizen assemblies zijn. Mensen kennen het vast uit Ierland. Maar in Polen hebben ze dus in een stad, Gdansk, een gemeente citizen assembly. Die vindt plaats op basis van loting. En dit zou je dus ook echt op nationale schaal kunnen uitrollen. En wat bijzonder is aan Gdansk, aan die stad, is dat ze daar met 63 mensen beslissingen kunnen maken die de gemeente moet opvolgen. Dus als het gaat om belastingen en het bekostigen van deze maatregelen, dan zou je met zo'n instrument, waar je dus echt beslissingsmacht geeft aan grote burgers, om dus die representatie echt voor iedereen te laten gelden, een groot verschil kunnen maken. En dit soort belastingontduiking. Oké. Lavinia, je geluid kraakt. Ik weet niet of dat enigszins valt te verhelpen, indien mogelijk graag. En mocht je anders niet meer kunnen spreken, misschien even toelichting via de chat van wat je zojuist hebt gezegd, voor de mensen die het niet konden volgen. Dat zou heel fijn zijn. En er werd ook nog een toelichting gegeven over Denemarken, dat Denemarken heeft gezegd dat er geen staatssteun wordt verleend aan bedrijven die geregistreerd staan in een belastingparadijs. Dat is dan ook net een van de voorwaarden. Peter die gaf aan, was mijn vraag, maar ik heb het antwoord niet goed verstaan. Zullen we het nog één keer proberen, Lavinia? Kun je een samenvatting geven van het antwoord van zojuist? Kijken of het nu wel goed gaat. Even unmuten. Ja, dat hoort er een beetje bij, hè? Mijn koptelefoon heeft wat tijd nodig om te installeren. Maar is dit beter? Je krijgt nu minder. Laten we het proberen. Nou, heel kort. Ik gaf een voorbeeld van een stad in Polen waar ze eigenlijk nog verder gaan dan de Climate Commission, die in Ierland al geldt. Want daar, dus in Gdansk, een stad in Polen, hebben burgers echt beslissingsmacht, doordat ze, als er 80% van alle mensen in deze assembly zeggen dat ze een bepaalde beslissing willen, van de gemeente of van dus de overheid, dan moet dat opgevolgd worden. En zo hebben ze al LGBTQI-rechten beter beschermd, een overstroming kunnen aanpakken, en ook luchtvervuiling wordt nu daarmee aangepakt. En om maar te zeggen, als we dat nou op nationaal niveau zouden invoeren, dan zou je dus ook dit soort beslissingen kunnen krijgen die dan de overheid moet meenemen en moet naar opvolgen. Oké, dankjewel. En in de chat allerlei oproepen om aan te sluiten bij XR, omdat dat ook wordt geprobeerd. En dan reageert Bas, lekker bezig met werven. Daar zijn deze chats ook voor, hè? Om elkaar door te sturen en waar mogelijk te helpen. Dus doe dat vooral, heel goed. Even kijken, ik denk dat we alweer naar de afsluitende vraag moeten, joh. Dat is heel snel gegaan, zoals ik al had voorspeld. Blijft lastig, het is heel tof, maar ook heel moeilijk om als moderator de vragen te mogen kiezen. We kunnen niet overal recht aan doen, helaas, maar ik probeer wel een selectie te maken die enigszins verschillende perspectieven belichaamt. Wat misschien een mooie is om af te sluiten, is... we hebben natuurlijk net ruim 2 uur gesproken over transitie en hoe nu het moment is om die transitie te maken. En tegelijkertijd is dit ook natuurlijk een vrij grote discussie met grote woorden die soms wat lastig te begrijpen kunnen zijn binnen bepaalde contexten. En Marjolein die vraagt ook, dan maak ik het meteen heel concreet, hoe krijgen we deze boodschap in de talkshows? Hoe kunnen we dit verhaal talkshow waardig maken? En daarmee misschien ook dus de wijken in. Om dat voorbeeld maar terug te pakken. Dan ga ik daarmee even een rondje doen. En natuurlijk het leuke deel van deze avond. De boekentip. Voor degene die een boekentip voor vanavond hebben. We hebben... Oké, mensen die thuis meekijken. We vragen dus mensen specifiek om hun boek naast zich te houden. Zo ver gaat de voorbereiding. Zodat dit heel spontaan lijkt. Dat nu een boek uit de kast wordt getrokken. Maar daar gaan we dus mee eindigen. Dus 1. Hoe zou je in 1 zin je boodschap pitchen bij een talkshow?
En waar de wereld draait door gaat alles heel snel. De moderator daar gaat iets sneller dan ik. Dus stel je zat daar, wat zou je zeggen in 2 zinnen? En welke boekentip zou je ter afsluiting mee willen geven? Wie wil als eerst? Zal ik beginnen? Ja, Donald. Kom op, kom maar door. De oplossing voor de economische crisis en het klimaatcrisis is een verhoging van de winstbelasting. Laat de aandeelhouders meebetalen en de solidariteitsbelasting. En dit is Piketty's. Ik deel hem even op een andere manier. Ja. Ja. Ja, oh kijk. Kijk, zo goed zijn we voorbereid. Shout-out naar het technische team. Heeft geknutseld. Thomas Piketty. Ja, nou, de samenvatting heeft Donald net in 1 zin ook gegeven. Dus mocht je het boek niet lezen, dan weet je ook waar het over gaat. Heel tof, dankjewel Donald. Dan gaan we naar... Even kijken, Laurie, ik zie dat jij unmute hebt aanstaan. Dus ik ga naar jou. Ja, ik zou zeggen, de enige manier om uit deze crisis te komen is door een duurzamere samenleving te bouwen. En dan pakken we de gezondheidscrisis, de economische crisis en de klimaatcrisis in 1 klap aan. En daar komen we allemaal beter uit. En ik heb geen boek, maar ik heb wel een sjaal. Een Stap van in Vassel sjaal. Kijk. En een Keep It in the Ground sjaal, die ik graag even aan jullie laat zien. En ik heb de video, mijn kijktip heb ik nog even, de link daarvan heb ik nog even in de chat gedeeld voor iedereen. Oké, heel goed. En dus we hebben een boekentip, een online boek ook. We hebben videomateriaal om te bekijken gedeeld via de chat. Dus check dat vooral even. En er worden ook allerlei andere tips gedeeld. Riet, die geeft aan het boek van Jelmer Mommers. Hoe gaan we dit uitleggen? Ik zag, even kijken, 10 klimaatacties die wel werken. Een tip van Pascal. En complimenten voor de sjaal. Of er ook Nederlandstalige versies van de sjaal zijn. Gat in de markt, beste mensen. Dus spring daarin. En er verschijnt een Rebels handboek op 22 april. Heel leuk. Blijf vooral ook dit soort dingen delen. En dan hebben we Lavinia. Wat zou jij ter afsluiting bij een talkshow zeggen? En welke tip zou jij delen? Wat ik bij een talkshow zou zeggen, is vooral dat we een logica moeten hebben. Zoals, ik durf het eigenlijk niet uit te spreken, maar let's make America great again. Of take back our country. Dat soort 1 zin logica's, waar helaas nieuwe regeringen mee worden verkozen, dat we een dergelijke simpele vertaling moeten hebben van onze complexe progressieve visie. Daarnaast denk ik dat het een heel belangrijk manifest was, wat uitgekomen is door 170 wetenschappers in Trouw. En dat had 5 voorstellen voor een radicale verduurzaming om uit deze crisis te komen. En dat werd onder andere, dat kwam eigenlijk neer op, we moeten niet meer ons winst staren op het BNP en op de groei van het BNP, maar we moeten juist dat wat we nodig hebben voor duurzaamheid, voor een welzijn, voor leven voor iedereen, daar hebben we meer van nodig en we moeten juist ontgroeien dat wat allemaal onduurzaam is. Maar ook een universeel basisinkomen en het feit stelde van schulden, circulaire landbouw werd allemaal genoemd. En ik denk dat dat eigenlijk een gouden dienblaadje is voor de oppositie. En juist dus ook iets waar we ons echt allemaal achter kunnen scharen. Omdat het hele verrijkende, alomvattende maatregelen zouden zijn. Die onze overheid heel serieus moet nemen. En als boekentip heb ik No Shortcuts van Jay McAlevey. En ik heb ook een filmpje gedeeld. Dat ik zo nog even in de chat kan gooien. Want ze laat in dit boek het essentiële onderscheid zien tussen mobilizing en organizing. Zij is een vakbondsstrijder die de klassieke vakbondsstrategieën van 100 jaar geleden in de Verenigde Staten nog steeds praktiseert. En ik was dus helemaal ondersteboven van hoe zij machtsopbouw ziet. En wat we daar als klimaatbeweging van kunnen leren. Om echt toe te werken naar echt stakingen waar 100% van de bevolking uiteindelijk aan mee zou kunnen doen. Dus ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. En heel fijn, Lavinia. Dat was de boekentip van Lavinia. Mocht je hem ook even kunnen delen in de chat voor mensen die het niet hebben kunnen zien zo snel, dan komt dat er ook. Er wordt al naar gevraagd. Nou, dan rest mij niet veel anders dan de panelisten ontzettend te bedanken voor hun bijdrages, voor de boeken en sjaals bij de hand en voor het
kiezen van een mooie achtergrond met plantjes, dat soort dingen. Heel fijn dat jullie met ons waren. Dank voor de ervaringen, de presentaties en de bijzondere verhalen. En ik zat ook mee te lezen in de chat en daaruit hebben we het vragen gepikt. Ontzettend bedankt voor het meestemmen, meedenken en meevragen. En ondertussen wordt er ook een breiclub opgericht naar aanleiding van de sjaal. De beweging is actief op verschillende vlakken en moedigt elkaar aan om dingen op te pakken, ook als het gaat om breien. Maar er worden ook heel actief boeken gedeeld en leestips en kijktips. Heel fijn, want dat is ook een beetje de meerwaarde van op deze manier deze webinars inrichten. Dit was de tweede van deze reeks. Volgende week is alweer de derde. Daarvoor nodig ik jullie van harte uit. Je krijgt daarvoor een link als het goed is, omdat je hiervoor hebt aangemeld. Wees van harte welkom. Nodig vooral ook vrienden, familie en misschien ook niet-vrienden en niet-familie uit als het gaat over de wijk in virtueel. En dan hoop ik jullie over een week weer te zien. En als ik me niet vergis, komt er ook weer een evaluatieformulier, denk ik. Ik kijk het technische team online aan. De helden achter het scherm. Mocht er een evaluatieformulier komen, vul het alsjeblieft in. Dat helpt ons om dit steeds beter te doen. We hebben dit keer voor het eerst gestemd met de poll. Dus laat ook weten wat je daarvan vond. En dan kan ik dit praatje afsluiten met een leuke aankondiging. Dat Florian ontzettend mooie muziek weer gaat spelen. En that's it. Super bedankt allemaal. Alle kijkers via Facebook, Zoom. En de mensen die dus via Zoom of via Facebook of elders meekijken. Je mist echt wat in deze chat. Dus kom de volgende keer gezellig hierbij. En dan hoop ik jullie over een week weer te zien. Dank jullie wel allemaal. Dit was Klimaatstrijd in crisistijd. Tweede aflevering, volgende keer de derde. En we sluiten af met mooie muziek van Florian. Fijne avond. Ja, een applausje voor Kautar. Je doet het fantastisch. Deze is voor alle stemmen die niet genoeg gehoord worden. Do you remember 300,000 Ogoni people on the streets in 93? To end the ecological war, fueled by the corporate greed. 3,000 oil spills, no reparations. Then came the military. Crops were destroyed and petrol dollars bought killing gold police. We blocked the streets, disrupt their industry. Oh, can you hear our call? Shell must fall. Oh, shell must fall. Ogoni people not forgotten, shell must fall. They raped and tortured and murdered for oil. Ogoni people not forgotten, shell must fall. Just 3 miles from indigenous land sits a toxic waste pool. Heavy metals, radioactive trash, fracking dumps are lethal. With 2 spills a day in Noyakin, how can they still operate? Mapuche people filed a legal case, how long must they wait? We block the streets, we shut down industry. Oh, can you hear our call? Shell must fall. Oh, shell must fall. Mapuche people not forgotten, shell must fall. They poisoned the water, threatened health of all. Mapuche people not forgotten, shell must fall. In the 60s, it was predicted that it would make the land shake. 60 years later, extraction has caused over 1,000 earthquakes. They tore the land and cracks in the homes and in the people too. State bureaucracy, state complicity protects the fossil fools. We block the streets, demand accountability. Who can you hear our call? Shell must fall. Oh, shell must fall. Groningen is not forgotten. Shell must fall. Denying damages, only their greed is royal. Groningen is not forgotten. Shell must fall. Shell must fall. Oh, shell must fall. Climate crimes around the world. Oh, shell must fall. Shell must fall. Oh, shell must fall. Human rights are violated. Shell must fall. Our
goal is clear and we are unstoppable, unstoppable, unstoppable. Our goal is clear and we are unstoppable. Be safe, take care. Ik kan er ook gewoon nog eentje doen. Ja, toch? Oké, mensen. Gewoon om de moed er een beetje in te houden. Neurie het mee of zing het mee of wat je maar wil. We have come too far, we won't turn round. We'll flood the streets with justice, we are freedom bound. We have come too far, we won't turn round. We'll flood the streets with justice, we are freedom bound. We have come too far, we won't turn round. We'll flood the streets with justice, we are freedom bound. We have come too far, we won't turn round. We'll flood the streets with justice, we are freedom bound. We have come too far, we won't turn round. We'll flood the streets with justice, we are freedom bound. We have come too far, we won't turn round. We'll flood the streets with justice, we are freedom, we are freedom bound. We have come too far, we won't turn round. We'll flood the streets with justice, we are freedom bound. We have come too far, we won't turn round. We'll flood the streets with justice, we are freedom bound. We have come too far, we won't turn round. We'll flood the streets with justice, we are freedom bound. We are. We're freedom bound. En als we toch nog bezig zijn. Ik zie nog 60 mensen zelfs online. We gaan gewoon nog even door. Leuk toch? Mag ik jullie horen? Gemute dan wel. Solid as a rock. Rooted as a tree. We are here. Standing strong. In our rightful place. I sit solid as a rock, rooted as a tree. We are here, standing strong in our rightful place. I sit solid as a rock, oh, rooted as a tree. We are here, standing strong in our rightful place. Sit solid as a rock, oh, rooted as a tree. We are here, standing strong in our rightful place. Sit
solid as a rock, old rooted as a tree. We are here, standing strong in our rightful place. Whisper now, solid as a rock. Ik zie allemaal klapjes en woedjes. Yeah, cool. Said power to the people. Power to the people. Because the people got the power. And tell me, can you feel it? And getting stronger by the hour. Is it power? Power. I said power to the people, because the people got the power. And tell me, can you feel it? Getting stronger by the hour. I said power, power. The people got the power, and tell me, can you feel it? Getting stronger by the hour. I said power, 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 power to the people. Yeah, 'cause the people got the power. Oh yeah, yeah. Tell me, can you feel it? Getting stronger by the hour. I say power, people, people, power, power to the people, 'cause the people got the power. And tell me, can you feel it? Getting louder every hour. I say power. Power to you, people. Cheers. Dank jullie wel. Ik zag nog wat verzoekers voorbij komen, maar weet je wat? We doen het gauw nog een keertje. Alright? Ik ga lekker inpakken. Ik heb de hele dag lesgegeven. Ik mis jullie allemaal. Take care.